Welkom terug allemaal bij het lezingenprogramma van de Jaron Tuintelling. Een project wat we samen doen met alle soorten organisaties, waaronder ook Vogelbescherming en SOVON natuurlijk. Daarom zijn we hier ook op de SOVON-dag met dit programma. En ik ben Tietje Wolterbeek, directeur van de Vlinderstichting. En ik mag nu mijn naaste collega al 25 jaar, Kars Veling, aankondigen, die ons mee gaat nemen op safari in zijn eigen tuin. Ja, dankjewel. Op safari. En ja, als we dit plaatje zien, dan denk je ook direct aan safari. Hè? David Attenborough, geweldig man met een fantastische stem. Die heb ik helaas niet. En iemand die ongelooflijk veel heeft gedaan om de natuur onder de mensen te brengen. Hè, met dit soort films van de BBC heeft hij echt heel veel natuur bij ons in de huiskamer gebracht. En heel recent heeft hij nog een nieuwe film uitgebracht. Hè? Die man is 94, maar die is nog steeds alive and kicking. En heeft in deze film aangegeven hoe hij in die 94 jaar de natuur heeft zien veranderen. En ook dat daar wat aan moet gebeuren. Zeker de moeite waard. Hij draait in diverse filmhuizen. En ik zou hem zeker gaan zien als ik u was. Hij is ook op Netflix te zien, dus dat is helemaal goed. David Attenborough is natuurlijk een Engelsman. Maar we hebben gelukkig in Nederland onze Freek. En die heeft eigenlijk datzelfde hier in Nederland. Hè, dat hij de natuur dicht bij de mensen brengt. Vooral de jeugd, die geweldig op Freek reageert. En ieder kind wil bijna bioloog worden tegenwoordig. Dus wat dat aan gaat, heeft Freek een beetje de functie van David hier in Nederland. En geweldig om die natuur dicht bij de mensen te brengen. Dat is gewoon heel erg belangrijk. Maar heel veel van die natuur die David en Freek laten zien, dat is de poolvos en de olifant en de sabeltandtijger. Allemaal dingen van ver weg is dan. Uit oerwouden. En daar kun je natuurlijk geweldig mooie en spannende dingen filmen en zien. Maar ja, wat ik een beetje vanochtend wil gaan doen, is laten zien dat eigenlijk al die dingen ook bij jezelf in de tuin, in je achtertuin, of zoals we bij Kasper hebben gehoord, op je balkon zelfs, gewoon kunt tegenkomen. En ook daar zijn hele spannende verhalen die gebeuren in die tuin. Nou, daar wou ik jullie een beetje in meenemen tijdens dit half uurtje. Nou, poolvos hebben we niet in Nederland, maar wel de kleine vos. Prachtig vlindertje, wat helaas de laatste jaren vooral in Zuid-Nederland heel slecht doet. Maar een soort die op zich niet echt bedreigd is. En ik vermoed dat die toch binnenkort wel weer flink terug zal komen. Dat is een soort die je gewoon in je eigen tuin kunt tegenkomen. En we hebben geen olifanten in Nederland, maar wel de olifantsrups. Deze rups van de avondrood, het groot avondrood, die kan zijn snuit helemaal uitschuiven, waardoor hij echt inderdaad een soort van slurf krijgt. En dat grote oog op zijn kop, dat geeft hem echt dan zo'n olifantskop. Knoepert van een rups. En die kun je gewoon in je eigen tuin tegenkomen. Als daar wilgenroosje staat of als daar kattenstaart staat, daar houdt hij van. En hij is ook gek op fuchsia. Dus fuchsia kwekers zijn wat minder blij met deze rups, want hij kan zo'n fuchsia aardig aanpakken. En die olifantsrups, daar komt natuurlijk een vlinder uit. En die vlinder mag er ook zijn. Die kan zo in een film van David Attenborough, het groot avondrood. Prachtig mooie vlinder, zuurstokroze, met mooie oranje tekening. En gewoon een soort die overal in Nederland te zien is. Het is een nachtvlinder, dus ja, je zult er naar op zoek moeten gaan. Maar hij zit ook misschien wel bij u in de achtertuin. Ik heb niet gehoord bij Kasper op zijn balkon, maar wie weet. We hebben geen sabeltandtijgers in Nederland, maar wel sabelsprinkhanen. De grote groene sabelsprinkhaan, hier zie je de sabel door zijn vleugels heen schemeren, is een soort, niet echt een tuinsoort, maar die komt hier in Nederland gewoon voor. Deze is wel gewoon bij mij in de tuin gemaakt. Een hele kleine sabelsprinkhaan. Dit is een jonge struiksprinkhaan, echt een heel klein beestje. Hij zit hier op boterbloem, dus nou, dan kun je een beetje inschatten hoe klein die is. Maar goed, die wordt natuurlijk groter. En hier zien we een groot vrouwtje van die sabelsprinkhaan die met haar sabel nu in de bast van de boom aan het boren is. En daar legt ze een eitje. Daar komen uiteindelijk weer larfjes uit en zo'n jong sprinkhaantje. Dat kan gewoon bij u in de achtertuin gebeuren. Geen sabeltandtijger, maar wel een mooie sabelsprinkhaan. En ja, als je hebt gezien, het kan op een balkon, dan kan het ook in een klein tuintje. En natuurlijk kan het in een hele grote tuin nog veel meer. Daar heb je veel meer mogelijkheden, kun je veel meer variatie aanbrengen. Maar dit is mijn eigen tuintje, gewoon een rijtjeshuis, een jaren 70 wijk, op de klei. Dus ook dat maakt het niet makkelijker. Maar ook in zo'n klein tuintje kun je enorm veel verschillende planten en dieren tegenkomen. En ja, wat Kasper heeft gedaan, echt inplanten en inzaaien, dat is in dit geval niet. Het is gewoon een tuin die langzamerhand is omgevormd. Het was gazon met een paar struiken en ja, er is nooit meer of veel minder gemaaid. En er is steeds wat bijgezet en heel geleidelijk aan is die tuin veranderd en ja, is daar geweldig veel te beleven. Hier van binnenuit zie je inderdaad op het raam
aan de buitenkant in die tuin inderdaad een vlindertje zitten. Dat is een kleine wintervlinder. Nou, dan kun je mooi fotograferen zo vanuit de keuken, vanuit je keukenraam. Dan zie je mooi zijn prachtige buikje. Ga je naar buiten toe, kun je van buiten fotograferen. En dit is wel een hele grappige vlindersoort, want die is op dit moment massaal aanwezig. Gisteravond was ik op de Grebbeberg bij Renen, bij het dierenpark. En ik heb nog niet precies opgeteld, maar ik denk dat ik zo'n 2500 kleine wintervlinders had. Sommige bomen zaten vol, er zaten er 20, 30, op één boom zelfs 180 kleine wintervlinders. Allemaal mannetjes die daar tegen die boomstam aan zitten en wachten tot de vrouwtjes naar boven kruipen. Want ja, daar zijn ze op aan het wachten. En die vrouwtjes, die ziet u hier boven zitten, boven dat mannetje, dat zijn vleugelloze vrouwtjes. Dat is heel vreemd, hè? Vlinders, die hebben vleugels. Maar de vrouwtjes van die kleine wintervlinder en nog een aantal nachtvlinders zijn vleugelloos. Die kan dus omhoog kruipen, komt een mannetje tegen. Goedenavond, zullen we paren? Oké, er wordt gepaard. En na die paring kruipt het vrouwtje gewoon verder de boom in, legt daar haar eitjes en sterft. Dat is het leven van het vrouwtje van de kleine wintervlinder. Tenminste het laatste stukje van haar leven. Want het grootste deel van het leven is natuurlijk als rups. En die eitjes die nu worden afgezet, die komen zeg maar in april zo'n beetje uit. En dan komen de rupsen die massaal gaan eten van vooral eikenbomen. En soms heb je wel eens in het voorjaar dat bomen helemaal kaal gevreten worden. En dat is dan vaak de rups van de kleine wintervlinder. Gewoon ook in je eigen tuin te zien. Dat bleek wel, want zelfs bij mij op het keukenraam zat een mannetje te wachten. Daar is nooit een vrouwtje langsgekomen, denk ik. Oh, hier een plaatje inderdaad van de Grebbeberg met helemaal bomen vol met mannetjes die aan het wachten zijn van waar blijft ze. Als je nachtvlinders wil zien, moet je er wel wat voor doen. Op dit moment dus, als je vanavond ergens een bosje in de buurt hebt of in je tuin, als je wat bomen hebt staan, ga er eens naar op zoek met een zaklantaarn. Misschien dat je die wintervlinder vindt. Andere manier om nachtvlinders te lokken is met licht. Door gewoon een lichtval neer te zetten in je tuin. En dat, ja, dan zet je 's avonds aan, je gaat naar bed en 's morgens vroeg dan ga je dat uitzoeken. Dit is een val die echt op stroom moet. Hè? Dus er zit een mooie snoer door het raam naar binnen toe. Maar we hebben ook inmiddels LED-emmers. En dat zijn emmers waar een powerbank in zit. En die kun je gewoon ergens neerzetten. Die gaat vanzelf aan en uit. Er zit een sensor op. En die lokt in feite met dat licht die nachtvlinders. Lokken is niet helemaal het goede woord. Want ja, die vlinders hebben een bloedhekel aan licht. Maar ze worden verward door dat licht. Komen dan bij die val en komen daarin en kunnen er niet meer uit. En hebben daar wel een heel mooi donker, rustig plekje waar ze kunnen gaan zitten. Dus die gaan dan in die val daar rustig de nacht verder doorbrengen. En de volgende ochtend, voor het ontbijt, dan ga je al eventjes kijken. En nou, in dit geval was er een hagedoornvlinder die al uit de val of er niet eens in was gekomen. Maar die was op het raam gaan zitten. Maar als je die val dan opent, daar zitten eierdozen in. En hier zie je de eierdozen helemaal vol met nachtvlinders die daar allemaal hun plekje hebben gevonden. En dat is echt waanzinnig. Als je dat in je eigen tuin neerzet, wat er dan allemaal blijkbaar in jouw eigen tuin aanwezig is. Want zo'n lamp die heeft helemaal geen ver bereik. Het is niet zo dat hij van kilometers afstand vlinders lokt. Nee, dat zijn waarschijnlijk allemaal vlinders die daar in die tuin hebben gezeten. Alleen je ziet ze normaal niet, want 's nachts ja, lig je lekker op je bed of je bent televisie aan het kijken of aan het werk achter je computer, maar je zit niet in die tuin. En als je dat een keer doet, en dat is echt de moeite waard, met je zaklamp op pad, dan zul je zeker ook een aantal van deze vlinders tegen kunnen komen. En er zijn geweldige juweeltjes bij. Dit is een hele grote, hè? De linde pijlstaart. Familie van die avondrood, die we net op het begin al hebben gezien. De walstro pijlstaart, ook prachtig mooi beest. De koperuil, heel mooi glanzend koper. En zeker als dat licht een beetje erop op varieert, dan zie je daar een geweldige mooie variatie in kleuren op dat beestje. Nou, die pijlstaarten, dat zijn knoeperts. Dit zijn microotjes. Hele kleine vlindertjes. Maar als je ze van dichtbij bekijkt, zijn die ook waanzinnig prachtig. De brandnetelbladroller. De zwammenmot. Nou, echt geweldig. Die kun je zo, als je hem 100 keer vergroot, prachtig aan de muur hangen. En deze, de wilgensteltmot. Een geweldig beestje die inderdaad als op stelten daar zit te wachten. En allemaal gewoon in iedere tuin aan te treffen. Ik denk, als je een beetje tuin hebt, dat je ook al gauw allemaal op een 100 vlindersoorten kunt zitten. Als het niet een helemaal versteende tuin is natuurlijk, daar zul je toch veel minder hebben. Maar een beetje mooie groen wou ik zeggen, maar dat is niet goed. Een gekleurde tuin, dan heb je zeker zo'n 100 soorten nachtvlinders die daar aanwezig zijn. En misschien zelfs ook deze, de kamperfoelie bloesemmot. Geweldig beestje. Het zijn allemaal losse stukken, net of het veertjes zijn. Een beetje vogelachtige veertjes. En die fladdert met name in de buurt van de kamperfoelie, want daar leven die rupsen op.
Ja, en 's nachts, als je 's nachts die tuin ingaat en je bent op zoek naar nachtvlinders, dan kom je ook allerlei andere gespuis tegen. En die egel, soms komt hem ook overdag wel tegen. Meestal als je hem overdag ziet, dan is die plat geworden en is die doodgereden. Maar 's avonds worden ze echt actief en dan gaan ze op zoek naar slakken en naar regenwormen en ander voedsel. Dan kun je die dus ook in je tuin aantreffen, als je inderdaad daar ook de mooie hoekjes voor hebt. He, ook egels houden niet natuurlijk van een hele aangeschoren, kaalgeschoren tuin. Die hebben ook liefst bladerhopen en dat soort plekjes. En een beetje mazzel zie je zelfs een bosmuis. Het is ook op een boomstam en dat bruinige glimmende wat u daar ziet, dat is stroop. En daar is deze muis op afgekomen. Stroop met een beetje alcohol erin. En die had ik niet op de boom gesmeerd om dat bosmuisje te lokken. Maar die was op de boom gesmeerd omdat dat een andere manier is om ook nachtvlinders te bekijken. Die ruiken dat ook, die heerlijke zoetige geur. En die komen er dan op zitten om daar heerlijk van te likken en van te drinken. Maar ook deze bosmuis vond dat helemaal geen probleem. En normaal gesproken, als je zo'n muis ziet, die schiet weg voordat je erger in hebt. Deze bleef rustig zitten. En ik denk dat die alcohol in die stroop daar best wel wat mee te maken heeft. Dat hij een beetje tipsy was. En wat doet hij met die camera? Dat het een beetje door die alcohol verdoofd is geweest. Maar hij ziet er nog wel heel tevreden uit. Ja, variatie in je tuin, dat is waar heel veel beestjes erg van houden. Zometeen de volgende lezing van Hanne zal er ongetwijfeld worden ingegaan op alles wat je in je tuin kunt doen. Hier achterin die tuin, daar zie je een vijvertje. Je ziet het vijvertje niet, maar die hogere planten die daar achterin staan, dat is de vijver. En een vijver is weer geeft een heel nieuw element in je tuin. En ook heel veel nieuwe planten en dieren die zich daar uitstekend thuis voelen. En dus als je op safari wil in je eigen tuin en je wilt zoveel mogelijk variatie hebben, ga dan inderdaad ook kijken of je een mooie vijver kunt aanleggen. Wel een vijver, maar flink wat water en oeverplanten in staan. Dat lokt een heleboel beestjes aan. En het liefst geen vissen erin, want vissen zijn die eten alle larfjes op. Zeker als het een klein vijvertje is, dan hebben die beestjes weinig kans om weg te gaan. Een grote vijver met flink wat water en oeverplanten, daar kunnen ook wel wat vissen in zitten. Maar bij voorkeur niet, ook voor amfibieën en dergelijke, het liefst geen vissen in je vijver. Ja, vijver is ideaal voor libellen. Niet noodzakelijk, je kunt ook in een tuin zonder water kun je libellen hebben. Die komen langs daar om te eten, om voedsel te zoeken. Je tuin als kroeg. En ja, libellen zijn gek op insecten. Dus als daar flink veel insecten in je tuin zitten, vlinders, bijen, hommels en andere, dan zullen die libellen daar komen om te jagen. Maar willen ze zich voortplanten, dan hebben ze wel echt water nodig. En deze, de blauwe glazenmaker, dat is typisch een libel. Het is zo'n grote, zo'n helikopter. Maar het is wel typisch een libel die in hele kleine vijvertjes prima kan overleven. Dus ook een klein tuinvijvertje, daar kun je die blauwe glazenmaker, de vrouwtjes ervan, eitjes zien afzetten. Uit die eitjes komen larven. En die larven, prachtige foto van Christophe Brochard. Larven, dit zijn echt vleeseters. Die zwemmen door dat water en die gaan op zoek naar vooral muggenlarven. Dat is het hoofdvoedsel van die beesten. Maar als zo'n grote larve van een blauwe glazenmaker een klein larfje van een lantaarntje tegenkomt, zal die hem ook zeker verorberen. En helder water hebben ze wel nodig. Je ziet die hele grote ogen. Daarmee zoeken ze echt. Dus ze moeten echt helder water hebben, zodat ze zo'n muggenlarfje ook zien zweven in dat water. En wat je vervolgens hebt, zo'n heel mooi vangmasker. Dat langwerpige ding wat onder zijn kop zit, daar zitten scharnieren in. En dat kan hij helemaal uitschuiven en dan kan hij zo die muggenlarfjes mee uit het water plukken. En dat gebeurt allemaal in die tuinvijver. Ja, ook dat zie je natuurlijk niet. Als je er rustig bij gaat zitten, zie je misschien soms wel zo'n larve zwemmen. Maar ja, dat echte jagen, dat zul je niet kunnen vinden. Maar het gebeurt wel degelijk in je tuin. En ook bij die kleine beestjes is dat het geval. Dit zijn die juffertjes, ook libellen, kleinere larfjes. Maar ook die kunnen zich prima in een kleine tuinvijver voortplanten. En die kun je dus heerlijk zien rondschouwen. En misschien zelfs die prachtige paring die je tegenkomt in de vorm van een hartje. En het is een bizarre paring natuurlijk. Want ja, dat vrouwtje zit gekoppeld aan het borststuk van het mannetje. Of het begin van het achterlijf. En het mannetje pakt het vrouwtje in de nekvel. Het is een heel bijzonder standje. Maar ze doen het al miljoenen jaren en het blijkt te werken. En dat geeft wel een mooi beeld. Nog zo'n klein juffertje die ook veel in tuinvijvers te zien is. De houtpantserjuffer. Vooral laat in het jaar, september, oktober. Dan kun je die volop in je tuin hebben. Als je die voortplantend wil hebben, dan moet je wel inderdaad takken boven je vijver hebben. Want die eitjes van de houtpantserjuffer worden in
een tak afgezet. Die zitten nu op dit moment in de winter gewoon in die takken. En in het voorjaar dan laten de larfjes zich naar beneden vallen uit die tak. En dan moeten ze in het water terechtkomen. Dus die takken moeten boven het water staan, boven je vijver. En dan kan dat houtpantserjuffertje zich daar uitstekend voortplanten. Heel mooi metallic groen. Prachtig mooi juffertje. En zometeen de eerste die in het voorjaar in april tevoorschijn zal komen. Dat zal de vuurjuffer zijn. Ook zo'n mooie juffer. Prachtig mooi bloedrood. En ook die is echt een tuinvijverliefhebber. Die heeft zich ook door Nederland echt een stuk uitgebreid. Dankzij overal die tuinvijvers die de mensen hebben aangelegd. Dus die heeft er ook echt van geprofiteerd. Ja, en water. Onlosmakelijk verbonden natuurlijk ook met kikkers. En padden hier de groene kikker. Heel leuk als je die in je tuinvijver hebt. Hè. Die kunnen van die prachtige koren maken zo in het begin van de zomer. Geweldige lawaai maken. Sommige buren hebben daar wat minder lol in. Maar goed, oordopjes werken dan uitstekend. Bruine kikker, veel minder luidruchtig. Ook wat makkelijker. Die is eigenlijk in elke tuinvijver wel aan te treffen. En natuurlijk ook, oh, hier nog eventjes een beetje in detail. Het prachtige oogje van hem. En ook de padden, hè, die planten zich voort in het water. En soms ook wel in tuinvijvers. Maar die zitten eigenlijk het hele jaar door in je tuin. Want die zitten onder plantenmateriaal of onder steen of onder bloempotten. En die kruipen overal weg. En die gaan ook vooral 's nachts op zoek naar allerlei insecten die ze daar weer kunnen eten. Water geeft een enorme boost aan het aantal soorten wat je op je of in je tuin kunt tegenkomen. Ook door de planten natuurlijk. Allerlei waterplanten en oeverplanten die het daar goed doen. Hier de spindotter, prachtige bloemen. En dan ben ik direct bij de bloeiende planten. Nou, de mensen die de vorige presentatie van Casper hebben gehoord, die hebben heel veel verschillende planten langs zien komen. En bloeiende planten, ja, dat is aantrekkelijk voor allerlei insecten. Die hebben die nectar nodig om als brandstof om te kunnen vliegen. Maar die hebben ook, zeker bijen en dat soort beesten, stuifmeel nodig om zich weer voor te planten. En bloeiende planten, van vroeg in het jaar tot laat in het jaar, ja, dan heb je ook het hele jaar door je tuin als thuis voor die vlinders. En andere insecten. Krokus, vroege voorjaar natuurlijk. Nou, dat is direct een plant die gebruikt gaat worden. Dan bloeit er nog heel weinig. Dus als er dan iets bloeit, dan komen die, in dit geval de honingbij, daar graag op af om daar de stuifmeel van af te plukken. En hier een mooie kleine bijvlieg. Is dus een zweefvlieg, het is geen bij, maar hij wordt vaak ermee verward. Vandaar ook de grappige naam kleine bijvlieg. Weidehommel. De hommeltjes, heerlijk natuurlijk vroeg in het voorjaar al op zoek naar nectar. Want dat is waar ze door kunnen vliegen. En op een gegeven moment ook stuifmeel. Zoals hier een warmkruid bij die zijn hele poten al vol heeft zitten met stuifmeel. En dat gebruikt die bij weer om aan zijn jongen te voeren. Of niet letterlijk, hij maakt een voorraadje van die stuifmeel met een beetje nectar van die bolletjes. En daar legt hij een eitje op en uiteindelijk komt daar een larve uit die daarvan kan leven. En heel veel van die wilde bijtjes, hè, we hebben 380 soorten bijen in Nederland. Eén daarvan is die honingbij, die door de imkers gehouden wordt. En al die anderen zijn wilde bijen en ook vaak solitaire bijen. Dus die niet in groepen bij elkaar leven, maar die inderdaad echt met enkelen bij elkaar. En de vrouwtjes, zodra ze gepaard hebben, moeten ze voor de rest van hun leven zorgen voor hun nageslacht. Die mannetjes doen er verder helemaal niets meer mee. En die vrouwtjes moeten dus in hun eentje nectar en stuifmeel verzamelen en haar nestje maken. En sommige daarvan doen dat inderdaad, die nestjes maken in onze bijenhotels. Hè, die blokken met gaten erin of rietstengels of andere zaken. En een daarvan is die bladsnijder, een behangersbij, die snijdt blaadjes, hè, rondjes uit blaadjes. En maakt van deze vuilboom een soort eik, hè, qua vorm. En die blaadjes worden weer gebruikt om in het nest de wanden mee te bekleden en ook om de kamertjes. Want elk larfje krijgt een eigen kamertje. Dat er gaat, hebben ze het goed voor elkaar, die bijen. En dat wordt steeds afgesloten, in dit geval met zo'n mooi blaadje. Die wordt daarvoor gebruikt door de behangersbij. En hier zien we hem nog eventjes heerlijk zitten. Die bij van net, die wormkruidbij, die verzamelde de stuifmeel aan de poot. En deze zie je dat de hele buik vol met geel stuifmeel zit. Die wordt dus een buikverzamelaar. Hier lekker op het kroonkruid aan het drinken.
Hier is hij vooral nectar aan het halen om te kunnen vliegen. Hier zien we ze al hangen, de bijenhotels. Allerlei verschillende vormen en maten. En als ze maar op een hele zonnige plek staan, dat is wel essentieel hoor. Het moet vol op de zon zijn. Dit is echt op het zuidwesten. Dus zeker in de zomerdag is het hier bloedje heet. Maar dat is wat die bijen enorm prettig vinden. Allerlei vormen en maten, verschillende maten van grootte. In dit geval, sommige zijn alleen maar een plankje met gaatjes erin. Dat werkt natuurlijk niet. Het moeten wel echt gangen zijn die van centimeters, toch een centimeter of 8 tot 10 diep moeten zijn. Maar zoals die mooie rietstengeltjes die je dan netjes bij elkaar in een potje kunt doen. Nou, in dit geval helemaal vol. Bijna helemaal vol. En je ziet verschillen. Je ziet sommige die met keitjes zijn afgehemd. Met kleine steentjes zijn dichtgemaakt op het eind. En die met heel fijn metselwerk zijn afgewerkt. En dat zijn allemaal weer andere soorten. Iedere soort heeft zijn eigen manier om die gaatjes dicht te maken. Hier zo'n houtblok. Die grotere gaten worden gebruikt door de rosse metselbij. Die kleintjes door de tronkenbij. Nou, zo heeft iedere bij zijn eigen gaatjes. Overigens, ik had het al over 360 soorten bijen. Er zijn maar zo'n 30 die inderdaad van zo'n bijenhotel gebruik maken. Bijna al die andere bijen zitten in de grond. Dus het is heel goed om als je in je tuin veel bijen wil hebben, ook te zorgen dat je mooie plekken met kale grond hebt. Met wat zand, het liefst met wat leem. Hè, want er zijn die het liefst in zand zitten. En andere weer die het liefst in leem zitten. Dat zijn verwende krengen. Hier die rosse metselbij. Die dus die grotere gaten vult. Voorjaarsbeestje, echt in mei zijn ze er volop. En hier komt hij even naar buiten kijken. Ja, en dan heb je ook allerlei andere zaken in je tuin. Hè. Op safari waren we, dit is een metselwesp. En die heeft dus ook inderdaad spul nodig om zijn gangen mee dicht te maken. Alleen die gaat dat niet zelf verzamelen. Die denkt van, er zijn hier een mooie gang gemaakt. Ik pik daar gewoon mijn metselwerk uit. Dus die is hier gewoon vanuit zo'n bestaande gang van een rosse metselbij, is die gewoon de klei aan het stelen om daarmee zijn eigen nest te bekleden. Kijk, daar gaat hij er mee vandoor met zo'n mooie klont van dat metselwerk van die rosse metselbij. Het is een schande, maar het kan ongestraft in je tuin. Nog meer zaken die spelen, u heeft het misschien al gezien, daar. Want als daar allemaal larfjes in die gangen zitten met mooie klontjes met stuifmeel en nectar, dat is aantrekkelijk voedsel ook voor andere beesten. En dit is de grote sluipwesp. En die heeft die mooie zwarte scheden. Dat zou je denken, dat is de legboor. Nee, dat is waar de legboor in wordt opgeborgen normaal gesproken. Want die legboor, die zie je hier heel mooi in een boog naar binnen gaan in zo'n gaatje. En wat deze sluipwesp daar doet, is een eitje afzetten in zo'n kamertje van die metselbijtjes. En die larve die gaat weer heerlijk eten van het voer van die metselbijen. En eet ook de larve op als dat nodig is. En dat is dus een parasiet die daar in zo'n bijenblok ook gewoon zich voortplant. Goudwesp, prachtig mooi beestje. Helemaal mooi metallic, fantastische kleuren. Ook een parasiet op weer die andere metselbijtjes. En dat kan dus allemaal in een tuintje van 20 vierkante meter. Klimop, een geweldige plant. Echt voor heel veel insecten op dit moment. Hij bloeit nog, bij ons tenminste. En je ziet er, als het een beetje zonnig is, nog heel veel insecten op. Hier is de stadsreus. Een soort die door de klimaatverandering echt aan het toenemen is de laatste jaren. Hele grote zweefvlieg. Hier de blinde bij. Ook dus geen bij, maar ook een zweefvlieg. Die lijkt best wel op een bij en die zie je hier ook heerlijk drinken. Dit is wel een bij. Dit is ook weer een soort die door de klimaatverandering echt aan het oprukken is. De klimopbij specialiseert op klimop. Het stuifmeel van de klimop die wordt gebruikt voor haar jongen. En dat is dus echt een beestje wat hier steeds meer voorkomt dankzij de klimaatverandering. Groot probleem, maar voor sommige soorten is dat wel een reden om hier naartoe te komen. En natuurlijk gewoon als voedsel voor die Atalanta, die laat in het jaar hier ook nog aanwezig is, die heerlijk van die klimop aan het drinken is. Maar goed, dat is je tuin als kroeg. Hè? Die klimop is geweldig, want ze komen langs, ze drinken wat en ze vertrekken weer. Nog leuker is het natuurlijk dat er een tuin als thuis is. En het boomblauwtje gebruikt die klimop ook om zich voort te planten. Hier zien we een vrouwtje, die vindt zo'n knopje van die klimop en die gaat die controleren.
van, hé, is dat wat voor mijn jongen? En dat blijkt zo te zijn, want ze verkromt haar achterlijfje hier. En dat betekent dat ze een eitje aan het afzetten is. En even later zie je dat eitje ook netjes op dat knopje zitten. En hier is die al uitgekomen. Die rups kruipt dan in zo'n bloemknopje. En die eet die bloemknop van binnenuit op. En uiteindelijk komt hij dan naar buiten toe. Hier is hij al vrij groot. Als boomblauwtjes rupt, kruipt hij naar beneden toe. En in de strooisellaag verpopt hij. En het volgend voorjaar zien we dus weer boomblauwtjes bij ons in de tuin fladderen. En dan weten we van, hé, die zijn in die klimop groot geworden. Je tuin als thuis voor die insecten. Gehakkelde aurelia, heerlijk aan drinken op die klimop. Ook die kun je in je tuin laten voortplanten. Alleen die heeft brandnetel als waardplant. En brandnetel, daar houden we niet zo erg van. Want die kan zich ook met wortelstokken enorm uitbreiden. Dan heb je een hele tuin met brandnetel. En dat willen veel mensen niet. Nou, een hele mooie oplossing daarvoor is gewoon wat bloempotten neerzetten. Bloempotten met brandnetel. Die gehakkelde aurelia, die zal die gebruiken. En misschien dat zelfs ook de andere soorten, waarvan de rupsen op brandnetel leven, daar heerlijk gebruik van gaan maken. En die gehakkelde aurelia, die doet dat in ieder geval. Zeker een klein polletje is al voldoende, want die legt hier en daar een eitje. Hier zien we één zo'n eitje zitten op de bladtopje van die brandnetel. En daar komt een fantastisch mooie felgekleurde rups uit met oranje en wit. En ze denken van, nou, een slechte schutkleur. Maar een beetje vanuit de verte is het net een vogelpoepje. Een beetje bruinig, wittig. En als die een beetje in elkaar gedoken zit, dan wordt hij toch inderdaad snel over het hoofd gezien. En dan kun je hem ook zien verpoppen in je eigen achtertuin vanuit je tuinstoel. En misschien, als je de mazzel hebt, dan zie je ook de vlinder eruit kruipen. Hier is hij er net uitgekomen. Hij zit nog op zijn pop. Ja, we zitten op de zoveeldag, dus ik moet toch ook iets over vogeltjes zeggen. En als je veel insecten in je tuin hebt, ja, dan heb je ook natuurlijk die insecteneters, zoals zo'n pimpelmees die daar heerlijk van kan profiteren. En we hebben ook nestkastjes hangen in de tuin. Terwijl we weten dat die pimpelmees een vreselijke moordenaar is. En er gaan duizenden rupsen zo'n nestkastje in. Zou ik als vlinderstichtingman absoluut tegen moeten zijn. Toch hebben we nestkastjes hangen. En als je maar genoeg insecten in je tuin hebt, is er voedsel voor de pimpelmees. En zijn er ook nog voldoende insecten in je tuin. Dus het kan prima als je maar zorgt dat er voldoende te halen is in die tuin. En daar zal ongetwijfeld Hanna zo meteen in haar verhaal nog heel veel meer over vertellen. Bloeiende planten voor vlinders, maar zeker als daar weer bessen aankomen, dan zijn het natuurlijk ook weer die vogels, zoals een groenling die zich daar heerlijk mee kan vermaken. En je kunt ze natuurlijk bijvoeren. Hè, op dit moment, de winter begint, dus dan worden ze inderdaad bijgevoerd met vetbollen en allerlei andere zaken. En als je dan die beestjes in je tuin hebt, ja, we hebben soms van groepen van 10 mussen die daar heerlijk aan het voerzieren zijn. En soms hebben we door van, hé, er is geen mus te bekennen, hoe kan dat? En dan weet je eigenlijk al zeker dat de sperwer is langs geweest. Want die heeft natuurlijk ook door dat er veel mussen zitten. Die haalt er dan zo'n mus weg. En op dat moment als dat gebeurt, dan hebben die mussen even geschrokken. En dan zijn ze allemaal weg. En 2 dagen later, dan is het gewoon weer vol met mussen. En die spreeuw heeft heerlijk één van die musjes kunnen verorberen. Op safari, in je eigen tuin. Ik heb maar wat laten zien. Maar er is nog veel meer te beleven als je er oog voor hebt. En als je maar zorgt dat die tuin ook, ja, natuurvriendelijk is. En dan word je David in je eigen tuin en kun je zo'n in je eigen tuin heel veel van die verhalen die hij normaal in het oerwoud beleeft, gewoon op je knieën bij je eigen plekje tegenkomen. Of je wordt Freek, dat mag ook. En hier wou ik belaten. Dankjewel, Kars. Dat had je weer een prachtig verhaal. Ik wil je eerst even bedanken. En je geweldig. Ja. Keurig coronaproefje. Cadeautje voor vanavond. Oh, en ja. aanbieden. En weer even, iedereen kan nog de vragen in de chat zetten. We hebben al een heel aantal vragen binnen. Maar we zullen proberen om zoveel mogelijk vragen ook nu nog te beantwoorden, te krijgen. En een vraag bijvoorbeeld van een agaatvlinderrups heeft zij in de tuin. En ze ziet hem met de dag van groen naar bruin verkleuren. Kan hij zo overwinteren of is hij aan het afsterven? Nee hoor, nee, die gaat gewoon door in de winter. En die moet je gewoon rustig laten zitten. Eigenlijk als je iets vindt in je tuin, kijk, behalve als je aan het spitten bent en je vindt een pop, ja, dan moet je zorgen dat hij ook weer onder de grond eindigt. Hè, want die pijlstaarten zitten vaak als pop onder de grond. En verder, als je iets vindt in je tuin op dit moment, ga ervan uit dat dat beest het prima redt. En probeer die niet binnen te halen, want dat is veel gevaarlijker voor dat beest waarschijnlijk dan gewoon te laten zitten op de plek waar die nu ook zit.
En hoe zit het met de brandnetelvlinders? Want daar was inderdaad ook een vraag over. De brandnetelvlinders zijn nu, de gehakkelde Aurelia bijvoorbeeld, de dagbeoogde kleine vos, die zitten nu als vlinder ergens weggekropen in een schuurtje of misschien bij u op zolder. Dus brandnetels kun je nu gewoon weghalen. Die sterven ook vanzelf al af nu. Dus die brandnetelvlinders zitten nu niet meer in die brandnetel. Ik ben zelf nog wel heel benieuwd naar, want dat heb ik ook aan de anderen gevraagd. Wat is jouw favoriete plant in jouw tuin? Kasper vond het heel lastig om een keuze te maken. Ja, ik ook. Maar de klimop vind ik wel, en zeker in deze tijd, vind ik klimop een geweldige plant. Zowel als waardplant voor het boomblauwtje, maar ook voor zweefvliegen, voor allerlei andere beesten. Dus daar zou ik voor gaan. Ja. Die bijenhotels, dat is ook nog iets wat mensen wel intrigeert. Ik weet zelf, volgens mij heb ik dat ook bij jou een keer gezien, dat je ook in glazen buisjes zelfs een bijen zo'n nest kunt laten maken, zeg maar. Dan kun je het ook echt heel mooi zien, dat je echt die verschillende kamertjes krijgt met telkens één larfje erin. Ja, precies. Maar mensen vragen zich wel af van als zo'n bijenhotel al gebruikt is, het volgende jaar, hoe gaat dat dan? Kan het dan weer opnieuw gebruikt worden? Moet je het schoonmaken misschien? Dat wordt wel gezegd. Wij doen dat nooit. We zijn er gewoon heel lui. En de meeste bijen doen dat dan zelf. Wat je wel krijgt op een gegeven moment is dat zo'n blok hout ook minder goed wordt. En wat we wel ook soms zien is dat er inderdaad heel veel mijten zijn. En die liften dan mee op zo'n vrouwtje wat eruit komt. En hoe langer zo'n nest gebruikt is. Maar kijk, in een natuurlijke situatie zitten ze ook in allerlei gangen en holen. En ja, die maken ze dan zelf schoon. En zo niet, dan gaan ze wel weer naar een andere toe. Dus ik bedoel, ja, je kunt hem schoonmaken. Maar ja. En als ze allemaal vol zitten, dus ook niet om weer plek te maken voor anderen, denken van... Ja, dat mag, maar dat zou ik niet doen. Laat ze dat lekker zelf uitzoeken. Wat nog wel handig is, trouwens, vooral nu, is als je inderdaad wat kippengaas voor die gaatjes doet. Want de mezen, die smerige vogels, die zijn echt van plan om inderdaad ook die dingetjes leeg te halen. Dus als je daar wat kippengaas voor doet, dan hebben die minder kans. Ja. Insect power. Het is wel eten en gegeten worden in die tuin. Dat hebben we wel van je geleerd. Ja. Maar je kunt het dus toch nog een beetje bijsturen, begrijp ik van je. Ja, precies. En dan nog even over de vijver. Want je noemt, jij hebt dan een kleine vijver in je tuin. Maar wat is klein? Is dat zo'n plantenbak, zeg maar? Of, doorsnee van 1,5 meter. Zeg dat maar, is, dan kan er echt heel veel in gebeuren. Dan kan er heel veel in gebeuren. En ja, kleiner ook misschien nog wel als er maar altijd water in staat. Dat is wel belangrijk. Een heel, heel klein vijvertje, die droogt snel in natuurlijk. Zeker met die hele hete zomers. Dus, ja. Maar, en dan bijvullen met kraanwater? Wij vullen bij met kraanwater. Ja, maar, dat kan wel. Dat kan wel, ja. En de planten, heb je daar nog tips voor? Planten voor in de vijver? Ik zou water- en oeverplanten nemen. Maar niet speciale? Nee, die kattenstaart is een geweldige plant. En koninginnenkruid is een geweldige plant. Die houden van een beetje vochtige omstandigheden. En dat zijn hele goede nectarplanten. Ook heel mooi om te zien. En ook heel, heel belangrijk voor allerlei beestjes die daar gebruik van maken. Dus kattenstaart en koninginnenkruid zijn twee echte aanraders. Ik krijg allemaal opmerkingen ook over wat weer een geweldige presentatie. Dankjewel. Dat soort dingen. Jullie ook allemaal heel erg bedankt voor het kijken. We hebben nu weer dadelijk even pauze. En dan komen we alweer aan de laatste lezing dadelijk toe van dit programma. Hanne de Smette gaat ons dan meenemen. En gaat dan nog veel meer tips geven ook over hoe je nog veel meer leven weer in je eigen tuin kunt krijgen. We beginnen weer om 12:30 precies.